Ajax 5-2 in een tweeluik. Hoe sta je hier dan? Ja. Na een eerste helft niet goed. En de tweede helft laat je toch wel zien waarvoor je de play-offs hebt gehaald eigenlijk dit jaar. Maar dan heb je 5-2, weten dat de Europese telling. Hoe ga je rekenen? Wat is het scenario? Nee, ik reken helemaal niet. Ik zit helemaal niet te rekenen. Ik was voor de wedstrijd was ik eigenlijk al zo'n gedachte van zo'n wedstrijd moet je Europees benaderen. Het is een play-off, maar zo'n wedstrijd moet je Europees benaderen. Je moet voorzichtig zijn met de tegengoals die je gaat krijgen in een thuiswedstrijd. Want je weet, die tellen dubbel. Als je er in de eerste helft al 4 krijgt, dan kan je gaan rekenen wat je wil. Maar dan moet je gewoon een hele hoop goals maken in Arnhem om nog kans te maken. Maar dat wordt heel lastig. Waar lag het aan vandaag? Ja, maar niet. De eerste helft, het ging heel veel fout. Balverlies, onrustig. De afstanden waren te groot, waardoor Vitesse eigenlijk te makkelijk tussen de linies kon spelen. En ook de ballen uiteindelijk de goals ook makkelijker kon maken. Dat is iets wat fout gaat en dat mag helemaal niet. Dan moet je als ploeg zijn, dan moet je herkennen dat je op een gegeven moment echt compact moet gaan staan na 1-0 of 2-0. En dat je niet meer zo makkelijk de goals moet weggeven. Want ze tellen dubbel die goals. Dat is pijnlijk vandaag als je er 5 tegen krijgt. Dan pak je in de tweede helft wel terug. Probeer je ook nog een klein beetje wat te doen. Is dan die 5-2 uiteindelijk misschien wel de steek geweest voor jullie? Ja, dat wel natuurlijk. Ik denk dat je gezien de kansenverhouding dat je er vandaag ook wel gewoon 5 had kunnen maken. Balletje van mij van afstand nog, van Tommy die los wordt gelaten, die niet in wordt getikt. En in de eerste helft nog een bal van Erik. Ja, ik kan er nog wel een paar opnoemen. Maar ja, als die ballen er niet ingaan, dan blijf je zelf ook 2 steken. Want als je die ballen wel erin had geschoten, had het 5-5 geweest. Dan had het nog een hele open wedstrijd geweest in Arnhem. Want dan kan alles nog gebeuren. Maar nu wordt het voor ADO, wordt het voor ons gewoon heel lastig. Je moet 4 goals maken, 4 goals verschil winnen. Ja, niks is onmogelijk als je gaat kijken naar Dordrecht dit jaar en toen de tijd in Groningen dat we het wel haalden. Niks is onmogelijk, maar we gaan er gewoon zaterdag keihard voor knokken nog om het seizoen toch nog een mooi slot te geven.